Dus er zijn echt een paar dingen die me mateloos kunnen irriteren en ergeren. Dat is hebzuchtig zijn en gierig en ondankbaar zijn. En in de zorg is er de laatste tijd een paar soort, hoe moet ik ze noemen? Uh, 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 beestachtige dombeesten die denken dat ze grappig zijn. Eer, de e, eerste wat was begonnen was een dame, daar ging ze Bami eten. In bijzijn van een oudere mevrouw, maar ze had een beetje honger. Dan wou, wou ze zogenaamd grappig zijn. Als ik die vrouw had, had ik die Bami gewoon op de grond geslingerd. Dat was ik. Eet zo ben ik. Ik had gewoon die Bami met mijn voet van je tafel afgeduwd. Dan kon je boos worden. En die Bami leek gewoon op een droge soort van noedels. Dus lekker was het niet. Dus gelukkig heb je die vrouw niet gegeven. kiras maar snel. Om er sneller dood te maken. En dit zijn zulke dingen. Zijn. zijn ja, gierig. En van nature zijn wij niet zo. Snap je? We zijn niet gierig. Dat moet je echt ja, langs grof vuil hebben meegenomen naar huis. En dan word je zo. Je moet besmetter meer raken. Weet je? En dan is er een nieuwe dame. Zij is in de stad met een oudere mevrouw. En dan vindt zij van ze wil niet daar zijn met die oude mevrouw. Want... Uh, uh, ze wil alleen zijn, ze kan er dag beter uh, in delen zonder die vrouw. Eén, ten eerste toch, dame. Wie heeft gesolliciteerd waar? Jij hebt zelf die baan gezocht, dat nu wil je ondankbaar doen. En ik, dus, daarna zei ze nog: van ja, het interesseert me niet en dit en dat. Ik denk van: het moest mijn zusje en mijn nichtje zijn. Dus je, je, je had gewoon hier zo'n dikke beeld. Zo cowboy dus ik, ik zou je, hey, dus ik sla geen vrouwen, dus ik zou mijn zusjes en mijn nichtjes op je zetten om op je te werken. En dan nu wil ze zogenaamd, net als Chris Brown, spijtbetuiging. Ja, ik heb spijt. Je hebt geen spijt, want ik heb gezien in je ogen, je hebt gehuild. Ik ben wat ouder, dus ik weet wanneer een kleine heeft gehuild. Zeker heeft je moeder of je stage of je werk je gebeld dat je Mars is ontslagen en dat is goed voor je. Want je moet niet zo ondankbaar zijn. Wie kan nog steeds in de stad lopen en geld krijgen en klagen? Snap je dat dat niet in één zin kan? Omdat je lult. Omdat je lult. Snapchat is niet voor nonserij. Ik zeg het je, ik vind, ik vind zulke chickies moeten sowieso ontslagen worden. Weet je, ik neem niet snel iemand zijn, zijn inkomen weg. Maar dit was terecht. Want je daarna had je door die vlog daarna van ja ik mag doen wat ik wil, want ik heb brada. Iedereen weet wie oma dat was. Dus als het mijn oma was had ik je marsgevleugel kick in je neus. Ik zweer het. En ik sla geen vrouw, dus ik zou je gewoon een, een draaikick geven in je maag. Snap je? Maar wat ik met je zou doen. En daarna komt ze met ja, ik heb spijt. Uh, uh, ik had gehandeld in emotie. Is je kazak. Dat is niet onze zaak. Dat is jouw kazaak. ja. En dat je zo ondankbaar bent voor zo'n relaxe baan dat je kan lopen door de stad, ja, is ondankbaar. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen die Snapchat gebruiken als 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 uitlaatklep voor domme shit. Niet doen. Anders word je ontslagen. Dan moet je huilen. Net als deze dame. En lauwe één ding zeggen. Oudere mensen zijn machteloos. Weet je. Als je in de zorg gaat. Zorg dat je er gereed voor bent. Want wat ik heb gehoord. Mijn zusje doet het. Zijn die mensen echt eenzaam. En dan als je met je ma manieren wilt komen. Doe het in je vrije tijd. Snap je? Want dan is het stront bij stronterij. Jezus jongen. Nu wil je huilen. Is je kazak? Is goed voor je. Hel nog meer.